Ja, het gaat wel ergens om natuurlijk vanavond. Dus ja, gezonde spanning moet er wel een beetje bij zitten. En dan klinkt het fluitsignaal. Hoe zitten jullie dan op de tribune? Nou, hier komt het Wilhelmus nog, hè. Ja, dat is altijd heel bijzonder als daar dan tussen staat en het Wilhelmus wordt gespeeld, ja. En dan het fluitsignaal, ja, dan denk ik, kom op, met z'n allen er tegenaan en dan moet het lukken. Voor de ouders van Stephanie komt de voetbalcarrière van hun dochter als een verrassing. We hebben 4 meiden en ja, dan denk je niet, we staan aan een voetbalveld. Maar ja, vanaf kleins af aan is ze eigenlijk altijd met een bal bezig geweest. Stephanie van der Gracht begon met voetballen bij de Reigerboys in Heer Hugo Waard en speelde als tiener tussen de jongens bij de Kolpingboys in Alkmaar. Ook daar volgen ze het vrouwenvoetbal op de voet. Ongelooflijk veel trots natuurlijk. Als je kijkt hoe er op dit moment gepresteerd wordt door de meiden van het Nederlands elftal. Ja, dan word je er alleen maar blij van als je kijkt hoe dat Stephanie ook weer terug is gekomen van een blessure. En nu eigenlijk basisspeler is geworden. Van wie heeft ze dat voetbaltalent? Nou, dat vraagt iedereen. Maar dat weten we niet. Nee. Zit in, ze hebben geen in, denk ik, die... Niet van ons in ieder geval. Hoe dan ook, het vertrouwen in Stephanie is groot. Ik heb een gevoel van dat ze gaat scoren vanavond. En een klein kopballetje van Stephanie in de 92e minuut, de 2-1, zal fantastisch zijn.